Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berk. Deze keer, hoe maak je in dit digitale tijdperk persoonlijk contact met je klant? Hij is merkenbouwer en één van de grondleggers van de Ziggo Dome. Hier is Nico Rijkhoff. Dames en heren, elke dag krijgt u duizenden berichten op u af. Duizenden. Allemaal boodschappen waarvan andere mensen willen dat u er aandacht voor heeft. Tegelijkertijd ontstaan er elke dag weer allerlei nieuwe toepassingen om contact met u te maken. Exponentieel groeit dat, keer op keer. Elke dag tientallen nieuwe apps en toepassingen die het contact tussen u en een bedrijf of een organisatie willen vormgeven. Nou, het bijzondere is dat wat u overkomt, overkomt ook uw klanten. Elke dag. Waarom is dus communiceren met klanten zo moeilijk? Nou, juist hierom. Want vind maar eens in die hele brei van al die communicatieboodschappen precies dat moment om daadwerkelijk echt contact te hebben. En contact is dat er iets van waarde over gaat. U ziet hier achter mij op de foto 1 dag uploads aan Flickr. Dat zijn plaatjes, foto's die mensen uploaden. En dit is van een paar jaar geleden. Dat was een tentoonstelling in het Fotomuseum. Ik weet zeker dat het anno nu verdrievoudigd is. Het antwoord daarop is bijna net zo eenvoudig als dat de vraag moeilijk is. Maak de klant onderdeel van je communicatie. Nou, hoe we dat gaan doen, dat ga ik met u delen. Het begint bij het merk. Want het merk is eigenlijk waar de relatie tussen uw klant en uw bedrijf samenkomt. Het merk is waar de relatie betekenis krijgt. Dat merk dat bestaat uit 3 componenten. Het eerste is de symboliek. En de symboliek is eigenlijk dat wat kenmerkend is, tekenend is, visueel zichtbaar is van uw bedrijf. Dat is het logo, dat is de stijl, dat zijn de kleuren die u hanteert. En al die elementen zeggen dus iets over de manier waarop u communiceert. Het tweede, dat is de communicatie. Dat is feitelijk wat u zegt. Nou, dat is de boodschap, wat u over wilt brengen. En het derde is het gedrag. En in het gedrag wordt daadwerkelijk bewezen wat u eigenlijk wil zeggen. Dus wat u doet. Het zijn die 3 elementen die uiteindelijk de kern vormen van uw organisatie. Het is ook datgene waar die relatie dus ontstaat. Die klant herkent u aan uw identiteit door middel van die symboliek en heeft daar een idee bij. Dat is eigenlijk de betekenis, de positie die u inneemt in zijn of haar gedachten. Datgene wat u zegt, zegt iets over wat het met hem of haar doet. Een bepaalde houding, een gevoel van nou, daar wil ik misschien best wel mee in zee. Maar uiteindelijk is wat u doet daadwerkelijk ook of de waardering ontstaat. En het is in de waardering waar dus die aspecten allemaal bij elkaar komen. Belangrijk bij die identiteit is uiteindelijk hoe u dat vormgeeft. Nou, hier ziet u een heel mooi schema met allemaal verschillende kleuren en allemaal verschillende merken. En u ziet al de keuze die u maakt voor de manier waarop u zichzelf representeert, zegt al heel veel over wat voor type bedrijf u bent. Merken die kiezen voor blauw, die staan eigenlijk voor zekerheid. Terwijl de merken die meer richting de zonnige kleuren gaan, eigenlijk ook het menselijke benadrukken. Warm, vriendelijk enzovoort. Opvallend is dat heel veel moderne merken, eigentijdse merken, merken die we heel graag om ons heen hebben, aan de uiterste van dat spectrum zitten. Google, ik las vandaag een van de meest waardevolle merken, misschien wel het waardevolste merk in de wereld, hanteert alle kleuren die er zijn. Zegt daarmee eigenlijk, elke emotie omarmen wij. En daarmee zijn we in staat om met iedereen een relatie aan te gaan. Ongeacht hoe je inkomt, welk motief je hebt en wat je zoekt. Maar bedrijven als Nike en Apple, grote publieksfavorieten, die zitten juist in het zwarte, in het grijze, in de grijstinten. En wat zegt dat? Dat zegt balans. Dat zegt evenwicht, dat zegt rust. Mensen voelen zich daartoe aangetrokken en denken daarmee direct al iets over dat bedrijf. Nou, dit vormt eigenlijk de basis voor de eerste herkenning en de eerste relatie. Maar uiteindelijk is het in de communicatie en in het gedrag waar de betekenis ontstaat. En dat zegt alles over de manier waarop je het doet. En een belangrijk onderdeel van die identiteit, van die symboliek, is de tone of voice. En de tone of voice is net als thuis, hoe zeg je het? Hoe vertel je het? Je kunt het heel goed menen, maar als het net verkeerd uit je mond komt,
dan klinkt het niet best. Dat zult u met me eens zijn. 90% van alle frictie die ontstaat tussen mensen, komt door de manier waarop we het zeggen. Nou, ik beloof u, dat geldt ook voor bedrijven en hun klanten. Ik zal een voorbeeld geven. Een bekende luchtvaartmaatschappij is heel erg goed in eigen tijdse sociale media. Hip, bij de tijd, actueel, halen vaak de pers en het nieuws erbij. Maar als u vliegt met hen en je komt in de cabine, ervaren we dan hetzelfde? Misschien wel, misschien niet. Het is een beetje willekeurig misschien. En als je dan het in-flight magazine pakt, moi, dat is een heel andere toon. Dat is één bedrijf, maar het zijn eigenlijk drie merken. Werkt dat? Ja, je komt er misschien mee weg. Maar als het aantal impulsen toeneemt, als het aantal prikkels toeneemt, dan is het van belang dat we daar dus gewoon samenhang in gaan brengen. Ik heb laatst een droogtrommel moeten kopen. Dat gebeurt altijd. Hij gaat altijd kapot als je niet verwacht. En anno nu is dat heel mooi. Je kunt hem gewoon op internet kopen. Er zijn fantastische resellers op internet. De journey die ik meemaakte, de ervaring die ik had, de reis die ik maakte als klant, was fantastisch. Ik was snel klaar, kon goed kiezen, kreeg fantastische communicatie tussen bedrijf en mij. Het ging eigenlijk fantastisch. Ik was blij. Ik was bijna in staat om te zeggen van, koop allemaal een droogtrommel bij dit bedrijf. En toen werd die geleverd. En wat er gebeurde was, dat er ging iets mis. En opeens klonk het anders. Opeens was het niet dat wat ik daarvoor allemaal had meegemaakt. Was het niet van happy, shiny en goed gevoel. Maar was het gewoon, ja, en nu? En hoe gaan we dit oplossen? Wat bleek, het was een ander bedrijf. Ze hadden dat uitbesteed. En opeens was veel van die klantenservice die beloofd was, opeens niet meer waar. In het gedrag werd uiteindelijk de belofte niet ingelost. De symboliek was hetzelfde. Daar lag het niet aan. De toon was totaal anders. De communicatie was niet goed. Het gedrag onderschreef die communicatie. En uiteindelijk was de ervaring dus teleurstellend. Een aanbeveling? Nee. Dat niet. Maar ik denk wel dat ze het beter kunnen. Ik heb het wel tegen ze gezegd overigens. Er zijn bedrijven die het heel goed doen. Er zijn bedrijven bij wie het van A tot Z allemaal klopt. Maar dat zijn er niet zo heel veel. En ik kan u vertellen, wij kennen ze allemaal, want dat zijn de bedrijven waar we graag komen. Het zijn de bedrijven waarin de belofte klopt met de communicatie, klopt met de symboliek. Hoe doen ze dat? Ze doen dat net als bij u, vanuit allemaal verschillende afdelingen. En al die afdelingen die doen allemaal verschillende soorten communicatie vormgeven. En als je klein bent, dan bedenk je het allemaal zelf. Maar naarmate je groeit, wordt het groter, ontstaan afdelingen, gaan mensen zich ermee bezighouden, die hebben daar ideeën over. En voor je het weet, begin je met een product of met een dienst waarin een heel palet aan communicatie zit. Denk aan hoe je het moet gebruiken, de instructies. Misschien handleidingen bij installatie, van klein tot heel groot. Vervolgens, als je groter groeit, ontstaan er werkinstructies. Heb je te maken met processen en procedures. En zeker in de industriële markt is dat heel erg van belang. Maar ook in dienstverleners, waar ik zelf werkzaam ben. Die processen, die brengen vaak een eigen soort communicatie met zich mee. Die getriggerd wordt door bepaalde acties van een klant. Of een overhandiging van bijvoorbeeld een monteur naar een aftersalesafdeling. En voor je het weet, kunnen er allemaal verschillende soorten communicatiestromen ontstaan. Het is hier waar exact ook de oplossing ligt voor effectieve communicatie met je klant. Want naast dat proces en naast dat product heb je nog een keer je marketing en je marketingcommunicatie. En dan heb je nog een keer je HR. En je hebt ook nog eens een keer, nou, noem maar op. Al die verschillende afdelingen die praten met elkaar, met de medewerker en met de klant. De oplossing, die zit in de klantjourney. En het is die klantjourney of die customer journey die je samen met je klant kan vormgeven. En wanneer je binnen die journey de communicatie zo kan ophangen dat voor die klant één geheel gaat ontstaan. Nou, dat klinkt eenvoudig. Er zijn misschien onder u die wel eens mee aan de gang zijn gegaan. En wij doen het zeker in mijn eigen werkomgeving. Het is helemaal niet makkelijk. Wat je feitelijk doet, is dat je alle stappen die je zet in de relatie met de klant in kaart gaat brengen. Gaat omschrijven wat dat betekent,
wat voor inzicht er voor jou vanuit de klant en de klantbeleving in zit. Om vervolgens op elk punt en elk contact dat je met die klant aangaat, te gaan benoemen wat je daar gaat bewijzen en wat je daar gaat doen. Om vervolgens de communicatie in elk van die stappen zo vorm te geven dat er een geheel gaat ontstaan. Zodat je weet dat als je bij dat hele grote warenhuis uit Zweden komt en er is iets mis, dat ze gewoon een doos uit het magazijn halen, dat onderdeel eruit halen, zodat je weet van, ah, dat is in ieder geval het onderdeel dat past bij mijn kast. Alles wat zij doen is op die manier vormgegeven. Grote dienstverleners met heel veel klanten, waarin operational excellence heel erg belangrijk is, die denken vanuit de journey en vertalen naar communicatie. Dan hoor ik u denken, maar als dat zo makkelijk was, dan was het al lang een stuk beter geweest. We staan nog maar aan het begin. Maar ik deel graag mijn ervaring met u, want het is waar je eigenlijk elk moment mee kunt beginnen, omdat het daadwerkelijk vanuit de relatie die een klant met het bedrijf heeft, inhoud kan geven in datgene wat die klant echt meemaakt. Wat hij ervaart. Wat hij wil ervaren. En wat is het bijzondere van denken vanuit deze techniek en methodologie? Je maakt de klant er een onderdeel van. Je gaat niet zelf bedenken wat de gewenste ervaring is. Je vraagt het de klant. En samen definieer je hoe je tot een optimale klantervaring komt. En door dat te blijven meten, door die communicatie op elk van die punten aan elkaar te rijgen tot een logisch verhaal, vertel je het verhaal van de relatie van die klant met jouw bedrijf. En wat er dan gebeurt, is dat je een merk wordt. En wat is bijzonder van een merk? Dat wordt herkend, dat wordt erkend, daar voelen mensen iets bij en uiteindelijk wordt het gewaardeerd. Dat is exact waar dus de klant om de hoek komt kijken en eigenlijk de communicatie een stuk makkelijker maakt. En dat is waar engagement niet is dat je een filmpje op internet plaatst. Maar dat engagement wordt daar waar je nadenkt over hoe social media een onderdeel kan worden van de klantervaring. Daar waar de klant iets van jou wil. Daar waar jij de klant zijn verwachting kan overtreffen. Ik wens je veel succes. Het Ondernemerscollege. Kennis in ondernemen.